balletje op te ruimen. En dan zien wij de andere balletjes. Is wel echt heel erg mooi. Ze heeft een scheetje geroken. Een hele goede morgen, lieve mensen. Jullie kijken weer naar een nieuwe vlog. En ik ben nog steeds op Ibiza. Voor de mensen die nu inhaken, ik ben hier op persreis samen met Buddha to Buddha. En eigenlijk zien jullie daar in de verte ook wat mensen staan. We zijn met een heel leuk groepje influencers. Een paar uit België, een paar uit Nederland. En we zijn hier eigenlijk allemaal om de nieuwe limited edition, waar er maar 600 van zijn gemaakt, die is gelanceerd deze week. En wij mochten er allemaal bij zijn. Ik voel me vereerd. Ik ben ontzettend blij dat ik hier ben. Gisteravond was fantastisch. En ik had de vlog wel afgesloten, maar ik was zo moe dat ik eigenlijk niet meer even het heb gehad over Justin Bieber. Ik heb hem helaas dus niet gezien. Dat weten jullie, want anders stond hij natuurlijk in mijn vlog. Maar ja, ik vind Justin Bieber ontzettend goed, maar ik ben niet zware fan of zo. Maar ik wilde hem zo graag filmen voor jullie. Want ik weet dat er gewoon heel veel meiden naar mijn vlog zitten te kijken die wel zwaar fan zijn. Dus hoe cool zou dat zijn als ik hem had kunnen filmen voor jullie. Maar goed, hij was er die avond. Mensen om me heen hebben foto's met hem. Ik heb het gewoon gezien. Ik heb hem gewoon misgelopen. Want toen wij zeg maar de Ushuaia binnenliepen vanuit het restaurant, toen was hij net weg. En hij heeft er zeker 2 uur gestaan. Dus als ik iets eerder was geweest, had ik hem gewoon voor jullie kunnen filmen. Maar helaas, dat is eigenlijk super jammer. Maar dat neemt niet weg dat ik super blij ben dat ik hier nog op Ibiza ben. Het zonnetje schijnt, het is 30 graden. De mensen met wie ik ben zijn ontzettend leuk. Heel lief, hele goede positieve energie allemaal. De mensen van Buddha to Buddha zijn ook ontzettend lief. En ja, ik mag niet klagen. Wat we vandaag gaan doen is, we beginnen met een ontbijtje hier bij Passion. En daarna gaan wij yoga doen op een surfplank. Hoe cool is dat? Ik heb het nog nooit gedaan. Überhaupt niet heel veel yoga gedaan in mijn leven. Maar al helemaal niet op een surfplank. Dus ik ben heel benieuwd of ik überhaupt op die surfplank blijf staan. Of dat ik eraf kukkel. Meer dan 10 keer. We gaan het meemaken, we gaan het zien. Ik vind het heel erg leuk dat jullie weer kijken. Ik neem jullie weer mee in mijn Ibiza trip. En ik wens jullie zoals altijd weer heel veel kijkplezier. En ik zie jullie zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Het ziet er prachtig uit vandaag. Hoe krijg je het voor elkaar? Oh, wat lief. Wat een mooi compliment zo vroeg in de ochtend. Ah, je straalt van binnen. 4 uurtjes geslapen. Kom zeker door nog de pizza die je gisteren hebt gegeten. Oh my god. Jullie hebben me door. Ik heb een hele vette pizza zitten. Ik heb gewoon een hele dikke vette pizza op zitten eten. Met Justin Bieber of niet dan? Ik heb hem gewoon niet gezien. Oh. Ik vertelde net aan ze, we hebben hem gewoon misgelopen. Jammer, hè? Maar we hebben hem wel. Ja. Hij zat in onze villa. Ja, ik heb inderdaad. Had hem niet agreed met Bas gestaan. Ja, ik heb inderdaad wel bij zijn tafel gestaan, soort van. Dus ik heb zijn spirit wel gevoeld. Ja. En hoe was het? Hoe voelde het? Ze heeft zijn scheetje geroken. Ik voel liever iets anders van Justin Bieber. Wat heb jij gevoeld bij Justin Bieber? Nou, ik voel liever iets anders van Justin Bieber. Ja, oh ja, ja. Eigenlijk. Maar oké. Okay. Joe, we gaan nu eten. Zip ja. It. Yes. Ja, ik ben wel een foto van het eten. Dat is een beetje voorbij. Welcome to Passion, home of health and happiness. We zijn aangekomen bij een soort van privé strandje. Het is een strandje waar niet heel veel mensen liggen, dus het voelt als een privé strand. Hier gaan we yoga doen op een surfplank. Het heet Playa Sestanol. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar kijk nou hoe mooi. Hallo mannen! Hallo! Leven we nog? Ja hoor, welkom bij Special. Goed zo. Hallo Leo! Ik ben helemaal in de make-up gezet. Oh, ziet er goed uit. Mooi. Wat een mooi strandje. Goedemorgen. Wauw. Oké. Hallo, good morning. My name is Paulo. Hallo Paulo. Kayak Ibiza, we have here our super teacher. Hallo. Thank you.
weer heel erg mooi. Ik werd er heel erg rustig van. Maar wat ik vooral heel erg vond, ik vond het heel erg moeilijk. Omdat je natuurlijk op bewegend water aan het wiebelen bent, is het dus veel moeilijker om gewoon om te blijven staan. Dus ik moest echt al je spieren aanspannen. Ik denk, wanneer je op de grond staat, ben je gewoon veel stabieler. Maar op dat water zo, ik ben al een paar keer bijna ervan afgevallen. Maar ik ben er gelukkig in één keer van afgedonderd. Dat was wel één iemand van de groep. Die viel de hele tijd het water in. Dus dat was wel grappig. We hebben er wel heel veel lol om gehad met z'n allen. Zij zelf ook. Maar ik ben helemaal zen. Dit vind ik wel ook een heel erg mooi plekje. Nou, ik liet het jullie net al zien hoe het heette. Hier moet je eigenlijk echt even naartoe. Het is hier zo ontzettend mooi. Je hebt ook gewoon een eetentje daar. Je hebt hier gewoon allemaal bedjes waar je kunt liggen. En wat super grappig is, als je van naakt zonnen houdt. Op de rotsen, daar liggen echt allemaal mensen naakt te zonnen. Sommige mensen vinden dat prettig. Nou, helemaal mooi dat dat dan hier gewoon kan. Dus niet op het strand, maar die liggen dan allemaal zo op de rotsen. Je hoeft er dus niet naar te kijken als je dat niet zo fijn vindt of niet zo leuk vindt. Maar stel je houdt van naakt zonnen, kan je dat gewoon doen en dan ben je niet de enige hier. El Chiringuito! El Chiringuito, daar gaan we eten. Dat is een strandtent en ik heb gehoord, één van de mooiste strandtenten hier op Ibiza waar je gewoon heerlijk kunt eten, kunt zitten, kunt chillen. Er is ook een kidsclub, dus als je papa en mama bent en je hebt kindjes bij je, is het helemaal de place to be. Wat is het hier mooi! It is so pretty over here! Hallo! Hey. Wordt genegeerd. Oh my god. El Chiringuito. Sorry maar. Dit is wel echt heel erg mooi. Dit begrijp ik wel, ja. Ik heb al heel veel verhalen erover gehoord, maar dit begrijp ik heel erg. Jeetje, wat mooi. Oh my god. Pasta di Norma. Salada. Eet smakelijk! We zijn klaar met lunchen en Leo en ik liggen lekker even te chillen op het strand. De mannen zijn aan het zwemmen, maar wij chillen hem even hier. We willen even zonnen, want we gaan zo naar het oude stadje van Ibiza. We hebben heerlijk gegeten. Wat heb je eigenlijk gegeten? Geitenkaassalade. Was die lekker? Heel healthy. Ja, was healthy. Ik heb een lekkere pasta ook, pasta di Norma. Heerlijk. En we gaan zo lekker naar het oude centrum. Daar heb ik ook super veel zin in. En om eerlijk te zijn ben ik een beetje moe van gisteren. Toch iets te weinig geslapen. Ik denk dat. Non-stop dansen. Het is nu 4 uur. We gaan weg van het strand. Ik heb me eventjes omgekleed. Ik heb een oranje top aan en een gekleurd rokje. Want we gaan nu naar het stadje van Ibiza. Yay! Hey, daar zijn de chica's. En ik heb me even omgekleed. Dat is wel leuk voor de fotootjes die ik daar ga maken. En we gaan met 2 auto's nu die kant op. Ik heb ervan genoten. En ook hier lagen heel veel naakt mensen. Dat had ik jullie vanochtend ook. Ja, bij die rotsen ook waar we aan het yoga ding waren. Maar hier lagen ze zeg maar tussen de mensen. Dus als je dat niet zo chill alleen liggen. Nee, maar dan heb je gewoon, ze waren ook aan het beachvolleyballen. Dan zit je gewoon aan je wijntje en dan kijk je achter je wijntje. En dan bukt er net een man om zijn balletje op te rapen. En dan zie wij de andere balletjes. Oh my god. Maar ondanks dat, fantastische plek, fantastische plek. Ja, en zeker. We hebben ook weer heerlijk geluncht dankzij Bulette. Heerlijk. Ik ben samen met onze John. Hi. En onze lieve Lotte. En de rest is al in het oude stadje, maar we gingen dus met 2 auto's. Ik wil jullie even laten zien van de buitenkant hoe het oude stadje eruit ziet. Want het schattige stadje bevindt zich in, daarin deze muren. En daar gaan wij nu naartoe. Ik vind het spannend. Wat vind je spannend? Ja, het is een beetje, het doet me een beetje aan vroeger denken. Het is bijna gewoon de Efteling, een attractie van de Efteling, joh. Ja. Jee, en nu zijn we erin. Nou. Oké, ik ben weer hooked. Ik zie alleen maar leuke, gekleurde armbandjes, enkelbandjes. Zo leuk. Ik ben echt wat dat betreft een sucker voor prularia.
We zijn weer bij het huis. We hebben even lekker rondgewandeld in het oude stadje van Ibiza. Dat was super gezellig. Het is nu 7:30. We hebben om 8:00 afgesproken om lekker te gaan eten. Dus ik heb nog 1/2 uur de tijd om mezelf te fixen. Dat ga ik ook zo doen. Maar ik zit nu nog heel even hier bij het zwembad. En dan heb ik het uitzicht over die valley, zeg maar. En de zon die gaat ieder moment achter die berg naar beneden. En dat is zo mooi. Cotton Beach House. Wij zijn aangekomen bij de Cotton Beach Club. En hier gaan wij dineren. En ik hoor alleen maar golven. Dus volgens mij is het aan de zee. Ik laat jullie zo even mijn outfit zien. Oh, dat kan nu wel. Ik heb een lange witte jurk aan. Om een beetje in de Ibiza-stijl te blijven. Ketting H&M. Sam Edelman schoentjes. Oh, mooi. Kijk. Super mooi. Oké, goed, heb ik pink. Zitten. Zitten we met z'n allen aan tafel en ik zelfs als we een heel mooi uitzicht zouden hebben, alleen ja, een beetje donker. Dus we kunnen het helaas niet voor jullie filmen, maar het uitzicht is adembenemend. Ja, het is de oceaan. Het is de oceaan. Ja, de zon gaat hieronder, het is echt waanzinnig. Voor mij heel romantisch, er zit ook een bruidje verderop, dus die heeft een mooie locatie uitgekozen. Wij zijn alleen een beetje koud. De wind is wel een beetje fris vandaag, dus we gaan elkaar een beetje warm houden. Komt helemaal goed, laten we gewoon lekker gaan eten en onze laatste avond. Ja! Nou, weet je wat? We drinken gewoon een wijntje. Daar worden we warm van. Slamat makan. We zijn van buiten naar binnen geschoven, want het was toch wel iets te fris. Door de wind. Dit is wat ik heb besteld. Het is een witte chocoladesoep. Met raspberry ijs, super lekker. Hier hebben we een lekkere brownie met vanille ijs. Dat is ons Leonietje die haar eerste hapje neemt. Is die lekker? Ja? Glenn, ja. Ik wil je even heel erg bedanken voor het lekkere eten. Nou, en niet alleen voor het lekkere eten, maar voor deze fantastische trip. Goed zo, ja. Glenn is eigenlijk, ja, ik vind het eigenlijk wel leuk als je ook nog even aan mijn kijkers vertelt wie en wat jij nou eigenlijk, wie je bent en wat je nou eigenlijk doet in Buddha to Buddha. Oké, okay, nou ik ben Glenn dus, Balak. En ben verantwoordelijk voor marketing wereldwijd. Yes, en dankzij Glenn en natuurlijk iedereen hebben we echt een onvergetelijke trip gemaakt. En ik ben heel erg dankbaar. Oh, goed zo. Ja. Bip, bip. Hoera! Hoera! Gefeliciteerd. Ja, heel goed. Met je verjaardag. Ja, dankjewel. We hebben een jarige en ik ben kapot. Ik ga nu mijn koffer inpakken. En slapen. We moeten morgen 7:00 op het vliegveld zijn. Maar ik kom zo nog wel even bij jullie terug als ik ingepakt ben. Hallo Pushy. Nou, ik loop naar mijn kamer toe en kijk eens wie er aankomt gewandeld. En kijk eens wie er aankomt wandelen. Hallo. Hey. Van wie ben jij? Van wie ben jij? Hallo, ben je zo mooi? Ben je zo mooi? Hé, hey, ziet er wel goed uit. Hé, hey, doei. Oh, zielig. Nou wil ik hem blijven knuffelen. Oh. Hallo, hé. Hey. Zo, ik ben weer in mijn slaapkamer. Die ziet er zo uit. Daar liggen allemaal spullen. Daar liggen allemaal spullen. Hier op bed liggen nog allemaal spullen. En dan moet ik eigenlijk nog even inpakken. Ik ga dat gewoon lekker makkelijk in mijn koffer gooien. En dan spring ik onder die douche. En dan ga ik even een paar uur slapen. Wij vliegen morgenochtend weer terug naar Amsterdam. Dus ik heb weer een kort nachtje. Maar goed, ik ben het inmiddels wel gewend. En ja, bij deze ga ik mijn Ibiza vlog samen met Buddha to Buddha afsluiten. Want morgen ga ik zeker wel weer vloggen voor jullie. Dan neem ik jullie gewoon mee vanaf Ibiza, dus vanaf het vliegveld. Tot aan Amsterdam, tot aan het wederzien van mijn Juju, tot aan het wederzien van mijn Fretje en natuurlijk mijn lieve Biep. Dus dat wordt gewoon weer een nieuwe vlog voor jullie. Maar ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie naar mijn Ibiza vlogs hebben gekeken. Ik hoop ook dat jullie het leuk vonden. Ik hoop ook dat jullie het gaaf vonden om te zien wat wij allemaal hebben gedaan op deze persreis. Nou, ik denk dat het voor jullie ook wel duidelijk was dat wij echt ontzettend zijn verwend. We zijn zo in de watten gelegd. We hebben echt de mooiste plekjes van Ibiza gezien. We hebben gave activiteiten gedaan. We hebben heerlijk gegeten. Natuurlijk deze prachtige armband gekregen. Dus we zijn gewoon super verwend. En ja, ik heb er echt heel erg van genoten. Het team was ook heel erg leuk.
We hebben het heel erg gezellig gehad. Dus eigenlijk ben je met een groep onbekende mensen op een eiland. En uiteindelijk ja, heb je gewoon een klik met iedereen en heb je het gewoon ontzettend leuk. Dus ik denk dat jullie het wel hebben gezien. Ik was een blijheid deze dagen. Maar ik kan er gewoon zo ontzettend van genieten dat dan waar ik ben en wat ik doe. En als ik om me heen kijk en het uitzicht, dan ja, dan sta ik gewoon altijd weer eventjes stil. En dan ben ik gewoon heel erg dankbaar. Dus ja, het zit erop jongens. Ik ga gewoon weer naar huis. Moet ik weer aan de bak met mijn verhuizing. Dus het is goed om weer naar huis te gaan nu. Om weer lekker te knallen daar. Want de tijd dringt ook. Het is al bijna oktober. Dus ja, ik ben nu heel moe. Ik ga lekker slapen. Heerlijk slapen, een paar uurtjes. En dan zie ik jullie morgen weer. Boeddha te Boeddha, nogmaals, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Heel erg bedankt voor deze trip. Dit was echt fantastisch. En voor al mijn kijkers, ik ben het volgens mij deze hele periode vergeten te zeggen. Vergeet je niet nog even te abonneren als je dat nog niet had gedaan. En doe even een duimpje omhoog, vond je mijn Boeddha te Boeddha Ibiza vlogs leuk. Yeah. Voor nu slaap lekker en ik zie jullie morgen weer.